Wereldwijd zijn landbouwbodems in slechte conditie. En dat komt door de jarenlange grootschalige toepassing van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, eigenlijk al vanaf de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft ervoor gezorgd dat het organisch materiaal in de bodem, die de voeding is voor planten, dat die is verdwenen. Free soil die herstelt die bodem weer. De basis van free soil is een natuurlijke plantaardige compost die wij maken op basis van een eigen geheim recept. En daarmee wordt dus de akker, wordt de plant als het ware gevoed, gestimuleerd door de microbiologie die in dat extract zit. En die microbiologie die komt ook op de bodem terecht en die jaagt daar heel langzaam weer die motor van die samenwerking aan tussen die plant en die bodem. Het is symbiose tussen de plant en de bodem. Domein Aldenborg in Zuid-Limburg is bewezen dat free soil werkt en dat is voor druiventeelt. En met Lioff zijn we nu een project in Limburg gestart op aardbeien, blauwe bes en asperge om te kijken of free soil ook op deze teelten werkt. Free soil is een nieuwe manier van kijken naar telen. Is een nieuwe manier van regeneratieve landbouw. Is een nieuwe manier ook van circulair duurzame landbouw willen bedrijven. Als je dat in Limburg voor elkaar krijgt om hier aan te tonen dat het werkt, dan heeft dat een enorme invloed natuurlijk op de teelten zelf. Maar de uitstraling naar de teelten in andere delen van de wereld, ja, dat is natuurlijk enorm. Free soil zou samen dus met Lioff en samen met de provincie Limburg echt de kraamkamer kunnen zijn van een nieuwe manier van landbouw bedrijven.